Ja, uiteindelijk sta ik er een beetje zo in dat we de uitdaging zouden moeten opzetten dat als wij met Beat zijnde aan het einde van het jaar pro-continentaal worden, dat jij het niveau hebt om op dezelfde manier mee te groeien in pro-conti als dat je nu conti zou doen. In de vorige video liet ik al even zien dat ik een FTP-test moest doen om mijn trainingsschema op te gaan baseren met Jacob Wijnstra, mijn coach. Daar heb ik onlangs mee gebeld. Het gesprek heb ik opgenomen, dus daar ga ik ook even een stukje van laten zien. Maar voordat we een trainingsschema gaan maken, is het belangrijk om eerst een doelstelling te hebben. Hey, wat heb je zelf in je hoofd als waar je naartoe wilt en sta je er zelf tegenover? Het hele wegprogramma vind ik echt heel moeilijk inschatten, om eerlijk te zijn. Ik heb geen idee wat ik kan, dus ik heb heel weinig referentie op dat vlak. Ik weet niet hoeveel plek er is voor mij in een programma. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om dat aan te geven. Wat ik wel heb, is dat ik zeg maar sowieso komend jaar 6 bucketlist activiteiten doe vanuit Beat, die ik voor een groot deel zal gaan dragen. Ik zal zelf waarschijnlijk wat meer alternatieve dingen doen dan de gemiddelde renner. Dus, maar daartussen is nog steeds denk ik heel veel plek om wedstrijden te rijden. Dus ik wil ook wel ik wil niet dat ik zeg maar aan het einde van het jaar 8 koers heb gereden. En onvoorbereid aan echt, ja, met gewoon te weinig ervaring aan de koersen gaan starten waar ik misschien wel wat te zoeken zou hebben, zeg maar. Ja, ik vind het nu dus best wel lastig om daar echt een concrete doelstelling op te plakken. Maar Jacob, die is ambitieus. Ja, uiteindelijk sta ik er een beetje zo in dat we de uitdaging zouden moeten opzetten dat als wij met Beat zijnde aan het einde van het jaar pro-continentaal worden, dat jij het niveau hebt om op dezelfde manier mee te groeien in pro-conti als dat je nu conti zou doen. Oké. Okay. Is dat ook bedoeld? Ja. Dus dat betekent dat je gewoon echt een volledige stap, dat je aan het einde van het jaar gewoon wel een goede conti moet zijn. Misschien nog niet pro-conti niveau, maar dat je wel echt een goede continentale renner zou moeten zijn. Dus gewoon in één koers wel richting finale zou moeten kunnen. Ja. Geen idee. Klinkt heel ver weg. Ambitieus, maar ja. Set goals high en dan. Mijn ambitie is niet per se om die stap mee te maken, denk ik. Het is echt een enorme uitdaging. Dus ik blijf werken. Daar ligt ook gewoon uiteindelijk mijn hart. Dus de vraag is, kan ik dat niveau halen met deze randvoorwaarden? Dus ik kan gewoon niet inschatten wat mijn niveau is of wat er voor nodig is om daar te komen, zeg maar. Dat vind ik echt heel lastig. Het is echt een grote blinde vlek voor mij. Dus ja, ook al is het lastig voor mij om nu een doelstelling te bepalen, is het wel belangrijk om een vuurdoop in te plannen aan het begin van het seizoen, waar we naartoe kunnen werken, zodat ik dan ook meteen weet waar ik sta en waar ik ook nog kan komen komend seizoen. Dus tijd om die in de planning te zetten. Ja, dus in het begin vooral even de eerste helft van het seizoen wat meer de vlakkere en iets makkelijkere koersen targeten. Ja, dat je gewoon in begin maart wel in orde bent. En dan kunnen we ook gewoon een bewijsje van een vuurdoop inplannen. Of in Rukveld of in Zwolle of weet ik veel. En al vanaf na het NK, zeg maar, dan gaan we gewoon verder kijken. Dus de eerste helft van het seizoen moeten we een beetje voorzichtig zijn, denk ik. De tweede helft van het seizoen moeten we gewoon kijken waar je uit kunt komen. Het plan voor deze winter is om gewoon toe te werken naar de eerste voorjaarskoersen, zoals de Ster van Zwolle of de Dorpen Omloop Rukve. Om daar te kijken waar ik sta. Daarna werken we dus toe richting het NK wielrennen bij de profs, wat een mooie doelstelling is. En daartussendoor zal ik natuurlijk nog een alternatief programma rijden. We hebben een aantal mooie evenementen met Beat op de kalender staan. En ik moet ook gewoon criteriums, trainingswedstrijden, omlopen gaan rijden om aan mijn wedstrijdritme te werken. Maar die gaan we er op een later moment inpuzzelen. En dan na het NK richten we ons echt op de periode van augustus en september. Dat is eigenlijk traditioneel, zijn dat 2 maanden waarin we heel veel wedstrijden rijden met Beat. En dan wordt de doelstelling echt om te kijken hoe ver ik kan komen op dat niveau. En of het me dus lukt om finales te gaan rijden in 1.1 koersen. Mijn gesprek met Jacob duurde natuurlijk nog veel langer dan dit. Dat ging uiteindelijk dus ook over mijn trainingsschema voor de komende weken en voor de komende maanden. Daar ga ik uitgebreid verder op in deel 2 van deze video, die ik ergens komende weken ook ga posten. Maar eerst heb ik nog één leuk nieuwtje. Ondertussen hebben we nog een iets meer inspirerende koers gevonden om naartoe te werken dan de Ster van Zwolle of de Dorp Omloop Rukve. Deze week hebben we namelijk te horen gekregen dat we mogen starten in de eendaagse wedstrijden, de 4 eendaagse wedstrijden op Mallorca eind januari.
tickets zijn geboekt. Waarbij we op 21 januari vliegen en 1 februari weer terugkomen. Daar gaan we ook naartoe op trainingskamp. En daarna dus deelnemen aan die wedstrijden. Waar ook eigenlijk altijd een aantal World Tour teams aan de start staan. Dus de kans bestaat gewoon dat ik over 2 maanden in hetzelfde peloton fiets als Alejandro Valverde. En dat geeft wel moraal.